We gaan praten over de begroting voor 2023. Dat doen we met wethouder Laan, zij is van Financiën. Maar eerst eventjes, hoe gaan we 2022 financieel afsluiten? Op zich goed, maar dat zien we pas volgend jaar. Dan heb je alles in beeld en dan kan je alle afrekeningen ook van alle externe organisaties in beeld krijgen. Dus dat weten we volgend jaar maart, april. Maar dat ziet er goed uit voorlopig. Maar dan de begroting. Hoe komt dat nou eigenlijk tot stand? We kijken naar wat krijgen we binnen. Vanuit het Rijk, vanuit onze eigen belastingopbrengsten. En vervolgens kijken we wat gaat eruit. Dus naar alle instellingen, naar de verenigingen, naar de WMO, hè, naar de bijstand die de mensen krijgen. En dan heb je verplichte uitgaven, die komen van het Rijk en die moeten we doorgeven. Bijstand bijvoorbeeld. Maar er zijn ook keuzes die we kunnen maken. Hoeveel geef je uit aan de buitenruimte, hoeveel geef je uit aan armoede. En dat zijn beleidskeuzes en die leggen we nu voor in de begroting aan de Raad. Schiedammers gaan toch wat meer betalen volgend jaar. Waar zitten die meerkosten in? Nou, we gaan relatief heel weinig meer betalen, maar er zit iets meer kosten in het betalen van de buitenruimte en de gelden die we daarvoor moeten betalen als burgers van Schiedam. Maar in relativiteit, als je kijkt naar de andere gemeentes, doen we het heel netjes. Waar liggen volgend jaar de financiële prioriteiten eigenlijk? We hebben nu gekozen om vier dingen die in het coalitieakkoord staan naar voren te halen. Dat is het investeren op armoede, het tegengaan van armoede. Zorgen dat er genoeg huizen gebouwd worden in Schiedam. Zorgen dat de buitenruimte netjes blijft, dus dat er geen troep meer op straat ligt. En het tegengaan van discriminatie en verscheidenheid in onze stad. Dus dat zijn de vier dingen die we naar voren gehaald hebben. En daar komen nog voorstellen voor hoe we die concreet gaan invullen. Maar dat is in ieder geval waar in eerste instantie het geld naartoe gaat. Pik er één uit. Troep op straat. Betekent dat gewoon meer geld naar Irado en nog meer vegen? Dat zou een concrete uitwerking daarvan kunnen zijn. Dat is wel waar we naartoe willen, want we hebben Schiedammers aangegeven dat ze dat graag willen. Mooi woord, energiecoaches gaat u inzetten. Maar ja, wat is daar nou nieuw aan? Die gaan vertellen dat je kouder moet leven en kouder moet douchen? Ja, nee, dat is juist om te zeggen, hoe word je comfortabel in je eigen huis? Toch die achter de radiator de aluminiumfolie toevoegen. En andere ideeën bij mensen thuis. Hoe kan je iemand helpen in zijn eigen huis om minder geld uit te geven aan energie? Zodat ze meer geld erover hebben voor bijvoorbeeld lekker eten. Of iets anders wat veel belangrijker is. Iets zorgen voor de kinderen, goede kleding. Grote zorg in heel Nederland is jeugdzorg. Wat kunnen jullie financieel daaraan bijdragen? Nou, daar dragen we voorlopig aan bij, want we krijgen vanuit het Rijk. We krijgen daar ook extra geld voor. Dat staat ook op de begroting. En dat komt allemaal in het potje wat voor jeugdzorg wordt uitgegeven. Wat zouden volgend jaar eventueel onverwachte tegenvallers kunnen zijn? We hebben bijvoorbeeld maar de oorlog in Oekraïne. Nou ja, dat is sowieso iedere keer een tegenvaller en die oorlog is vreselijk. Maar de wereld is zo in beweging dat we daar natuurlijk helaas geen glazen bol voor hebben om daar antwoord op te kunnen geven. Maar we houden rekening met heel veel onverwachte dingen. Daarvoor hebben we ook extra potjes voor de veiligheid gereserveerd. U bent ook wethouder van sport. Alle verenigingen en andere clubs zitten in de zorgen. Want stel dat ze de rekening niet meer kunnen betalen, moet het licht uit, moet het koud worden? Nou, dat hopen we niet. Tot nu toe hebben we daar geen signalen over, maar daar hebben we wel heel erg open oren en ogen voor om te kijken dat het niet gaat gebeuren. Want sport is heel belangrijk voor alle Schiedammers.